Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Dianan Schraven en vandaag hebben we de vorige aflevering nummer 6 alweer hier in Canada. De vorige wedstrijd verliep helaas niet zo goed, pakte daar geen punten in Spanje. Hadden een teleurstellende race en vinden ze daar als laatste van de rijders die nog overbleven. Maar goed, heb je dus die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven ietsje. Leek erop en zei die aflevering verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 23 My Team Kramer content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. De kalender is dus even opgevuld. We hebben wat geld binnengekregen om wat aan de faciliteiten te kunnen doen. Het chassis van de fabricatie is dus besteld. Er komen een aantal updates binnen, zie ik. Hopen dat die ook goed gaan en dat ze op de auto worden gezet. En dan spoelen we de tijd gewoon eventjes door. Helaas, twee zijn er gefaald. Van de betrouwbaarheid en van de powertrain. Dus die moeten opnieuw worden besteld. Dat had u echt niet verwacht. We were expecting some new developments to come through, but some of them have failed quality control. We'll need to tell the team what to redevelop via the R&D screen. Kwaliteitscontrole is niet goed gegaan en die moeten we die nu opnieuw gaan bestellen. En dat is jammer. Wel van het chassis, eentje is daar wel goed gelukt. We moeten dus die van de betrouwbaarheid opnieuw gaan bestellen. En dan hebben we nog wat resourcepunten over en misschien kunnen we die gaan besteden aan wat andere updates. Even kijken wat we nog tot onze beschikking hebben. En twee van het chassis die er nog aan zitten te komen, dat is goed om te zien. En ja, dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie, want de Pirelli Hot Lap doen wij niet. We gaan gewoon beginnen voor aflevering nummer 6. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij niet als laatst kunnen eindigen. Daar zit een McLaren een beetje in de weg. Maar we zijn er gelukkig voorbij. Was geraakt en die McLaren komt hier terug, terwijl wij onze snelste ronde willen gaan beginnen. Dat is Lando Norris die ons weer inhaalt. Laten we niet gebeuren en wij kijken hier terug, gaan op het gras en tikken Norris aan. De eerste run is verpest. Jammer, daar gaat ons rondje en moeten het zometeen opnieuw gaan proberen. Gelijk de ERS op, niet aangezet. Zo besparen wij dus ERS. En zijn we aanbeland. Wij hoop ik. Onze tweede run zometeen. Laatste bocht zijn goed en wij laten hier een 1.40.5 noteren door dat incident in deze bocht. Zometeen moet je de delta echt helemaal omhoog zien schieten. 10 seconden al sneller dan onze vorige tijd. Daar hebben we Logan Sargeant die een beetje in de weg gaat zitten. Wat doet Sargeant daar in hemelsnaam? En wij schieten daar wijd. Ronde verpest. En dit is een P10. Het had een betere ronde kunnen zijn als Logan Sargeant niet in de weg zou hebben gezeten. Wij doen dat even terug. Dat Sargeant daar wordt geblokkeerd. Laatste run loopt inmiddels. Met nog 2 minuten op de klok. Kijken of we ons kunnen verbeteren. Daar ietsjes te wijd bij de laatste bocht. Heel veel jongens duiken dus nu naar buiten toe. En die moeten ons zometeen allemaal voorbij laten gaan.
Daar hebben wij volgens mij Fernando Alonso en daarvoor rijdt Nick de Vries. 70.000 sneller dan onze beste tijd. En wat doet de Vries daar? En ook deze ronde is verpest door een langzamere auto. En de kwalificatie zit er denk ik op. Moeten in besparingsstand. Of we kunnen nog één ronde gaan doen. Hebben wij nog genoeg pace in deze band om ons te verbeteren? En zo niet, dan wordt het gewoon de laatste plek voor ons. 30 seconden nog op de klok. We gaan aanzetten voor onze vierde en laatste run. Op dezelfde band als waar wij gestart zijn in Q1. Daar het gas aangetikt en hier is de ronde al weg. En dat betekent dat Charles Leclerc de snelstijd heeft te pakken. En wij op P22. Teleurstellende kwalificatie. Hopen dat de race beter wordt. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 6. It is the second largest French-speaking city in the world and home since 1978 to the Canadian Grand Prix. Welcome to Montreal. A 2.7-mile circuit peaking at around 190 miles per hour. There are two DRS zones, 14 turns, which conclude with the famous Wall of Champions, and many a car has found their race ending right there. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Perez, Verstappen, Hamilton, Fernando Alonso, Norris, Stroll, Ocon, Gasly, Albon, Oscar Piastri, Joe, Hülkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargeant, Richard Vasseur, De Vries, the Professor, De Vries. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. And joining me again for the race today, Natalie Pinker. Joined once again by Anthony Davidson for this one. And there's a lot of incidents on track recently for this driver. No one does that on purpose. It is part and parcel of racing. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always the risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, stel me niet teleur, zegt de ingenieur. Maar goed, we gaan hem sowieso teleurstellen, want ja, we kunnen niet naar de punten eindigen. Is een beetje kansloos, is een beetje zinloos. Auto is daar gewoon nog te slecht voor. Medium soft gaan we voor. En neem wat extra brandstof mee om wat harder misschien te kunnen pushen op het einde van de race. We gaan gewoon beginnen voor de formatieronde voor aflevering nummer 6 met onszelf op P21. Bottas heeft denk ik een grid penalty gepakt. Staat op de laatste plek dus. Komen prima weg van onze startpositie. En is het tijd om de banden en de remmen op te warmen. En dan komen we zo meteen aan bij de grid slot. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 6 van F1 23. My Team Career Mode met onszelf op P21. Verschoor op P19. Komen prima in onze positie terecht. Bottas sluit ook aan en de lampen gaan aan voor aflevering nummer 6 van F1 23. My Team Career Mode, de grote prijs van Canada, is onderweg en komen prima weg. Jazeker,
De Vries al wat slechte weg, we scoren ook heel slecht weg. Daar is het in één keer drie dik en wij moeten even oppassen dat we daar geen schade rijden bij De Vries. Aan de buitenkant kijken bij Verschoor. Lukt dat? Dat lukt. Overteken op aanzetten en Logan Sargeant is ook al gezien. P18 is van ons. De volgende heet dan Nico Hulkenberg hier aan de buitenkant. Jazeker, en hij rijdt op de harde band. De volgende heet dan Yuki Tsunoda. Die kunnen we hier nog niet passeren. En nu de overtekenknop aangooien omdat Nico Hulkenberg in een snellere auto rijdt. Die gaat ons zometeen ook weer inhalen, denk ik. We maken hier een foutje door iets te wijd te gaan. En dat ziet Hulkenberg. Aan de buitenkant is er voorbij. Remmen wat later kunnen ook gelijk mee, misschien met Tsunoda en Piastri. Hier zij aan zij. Overtekenknop weer aangooien. En zometeen hebben wij slipstream van de Alfa Tauri. Coureur. Dit keer aan de buitenkant, want Tsunoda verdedigt die binnenkant. Zometeen bij de Wall of Champions. Zij aan zij hier. En dat lukt. Jazeker, dat is P16. Onder nummer 3 is het als diezelfde Tsunoda weer terug zit te kijken voor ons voor een aanval aan de binnenkant dit keer. En wij gaan daar ietsjes te wijd. We pesten daarmee onze exit, maar Tsunoda heeft een momentje. Corrigeer het momentje zelfs. Kan er hier naartoe rijden, maar kan er nog niet aanvallen. Piastri is al 3,2 seconden weggereden van ons. Magnussen op P14. Hulkenberg nog steeds op P18 op die harde band. Kan wel bij blijven. Groen in sector 1. Goed om te zien. In ronde nummer 4 van de race. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd als Tsunoda ons is gepasseerd. Maar wij vallen hier terug aan die binnenkant. Laten hem wijd lopen en een kleine touché. En nu op de exit. Jazeker, goed gedaan. En dat is nog steeds P16. We moeten dit alleen maar zien te verdedigen. Omdat Piastri dus te ver zit. En te ver rijdt. Benieuwd ook waar Richard Verschoor zich bevindt. Overteken hier niet aanzetten. Tsunoda kan hier kijken naar de buitenkant, maar is er nog niet voorbij. Doen het hier slim. Door hier de overteken niet aan te gooien. We moeten het hebben van de remzones. Tsunoda aan de binnenkant, maar wij kunnen laten remmen. En dat is nog steeds P16. Onder nummer 6, als we daar te wijd gaan, dan krijgen we daar een waarschuwing voor de bochtafsnijding. Tsunoda ziet dat. En daar zit ook Nico Hulkenberg. En het is gewoon... Ja, dat is eigenlijk een raar gevecht, omdat Tsunoda daar in één keer een momentje wielspin heeft. En wij pakken Hulkenberg weer terug. Mooie gevechten voor niks. En daar aan de binnenkant bij Tsunoda komen van ver... En duwen de Japaner daar gewoon de muur in. Het mag eigenlijk niet. Maar toch, ik had daar te veel snelheid in die bocht. En zo rij je per ongeluk tegen je concurrent aan. Verdedigen van Tsunoda. Hulkenberg kan nog niet aanvallen. Wij hebben hier weer DRS. Maar weinig overtake. Dus gebruiken hem niet. Tsunoda probeert daar aan die binnenkant te kijken. Lukt niet. Wij houden de auto zo breed mogelijk als het kan. Onder nummer 8 is het als we daar Nico Hulkenberg hebben. En die raakt ons. Een touché. En wij duwen de Duitser daar helemaal wijd. Tsunoda is weer terug naar P17 in ronde nummer 8 van de race. We zitten nu in ronde nummer 9. En Magnussen op 9,1 seconden. Piastri op 11 seconden. Ronde nummer 11 zitten we. Als daar in één keer Sargeant het probeert. Albon is naar binnen gedoken. Duwen Sargeant daar wijd. Geel in sector 1. Omdat daar denk ik een Alfa Romeo is gespind. Omdat Joe is gespind. En rijdt weer. Daar hebben we Alexander Albon. En wij gooien de overtekenknop aan. Daar zij aan zij Albon en Joe. En Albon is er voorbij. Joe heeft een probleem, denk ik.
Want wij rijden er gewoon naartoe. En kunnen daar aanvallen aan de binnenkant, jazeker. Hij rijdt nog op die oude softbanden, dus moet gewoon naar binnen. En wij rijden op een P14. Onder nummer 13 is het. Als het daar geel is bij de hairpin. Geel in sector 3, omdat daar een Red Bull gaat uitvallen. Perez staat stil. Reed op P2. Nu dus 0 punten voor de Mexicaan. Verstappen dus naar 2. Sainz naar de leiding. Met nog 12 rondes te gaan. In herhaling wat er is gebeurd met Sergio Perez. Volgt daar Sainz. Plofje rook en het is daar gedaan. Houdt hij Verstappen wel een beetje op. En Perez moet hier de strijd staken. Een podium gaat weg. Uit handen door een motorisch probleem van de Honda motor. Jammer voor hem. Ronde nummer 14. Als wij naar binnen duiken voor onze laatste pitten van de dag. Gaan dus naar de zachte band. Proberen om terug te komen in de wedstrijd. Piastri dus naar binnen. P4, een prima pitstop voor ons. En komen we weer terug op een P20, denk ik. P21. Wordt een beetje close met de schoor. En pakken Sergeant daar gelijk op de exit. Die zachte band doet al gelijk zijn ding. En schieten daardoor. Hoeven die plek niet terug te geven aan Sergeant. En nu is het doorrijden naar Zhou Guanyu. Onder nummer 17. En als we daar dus aan aanbeland bij Guanyu Zhou dus. Zhou Guanyu, Guanyu Zhou. Mij maakt niet uit hoe je het uitspreekt. Het is gewoon een naam. Gele vlag. Sorry, groene vlag. Er was iets gebeurd. Maar ik weet niet zeker. Ik heb er ook geen herhaling van helaas. Dus we zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat we zo meteen Guanyu Zhou voorbij gaan. Met de DRS. Hij verdedigt nog die binnenkant. Vallen daaraan aan de buitenkant. Nemen hier meer snelheid mee. En dat is gewoon P18. Gaan er wel een beetje wijd. Maar hebben hier de DRS. En Guanyu Zhou is al gelijk 1,5 seconde kwijt aan ons. 1.14.2 is de snelste tijd die wij tot nu toe hebben genoteerd. In ronde nummer 18 van de wedstrijd. Ronde nummer 20 is het als we daar de beide AlphaTauri's hebben. Die samen met elkaar knokken voor P16. Tsunoda aan de buitenkant bij Nyck de Vries. Wij kijken hier gewoon toe wat die twee doen. Zij aan zij. Wijdere lijn nemen. En hier de switchback op die twee coureurs. Jazeker. En dat is gewoon een mooie 2-in-1 move. Goed gedaan. Meer snelheid meegenomen. En een prima inhaalactie voor P16. Geen punten, maar goed, dat geeft niks. Een prima inhaalactie dus op de beide AlphaTauri's die elkaar het leven daar zuur maakten. En wij profiteerden daar maximaal van. Maar daar zit Tsunoda weer terug aan te vallen in ronde nummer 22. Is er voorbij. Wij kijken terug aan de binnenkant en laten hem hier wijd duwen. En dat is geen touché. Alles verloopt gelukkig clean. En de Vries op P18. Nog 3 rondes te gaan in de race. P16 op dit moment. Daar eindigden wij ook in de grootreis van Imola. Dus weer geen punten voor ons. Maar goed, geen probleem. We mogen toch nog tevreden zijn met wat we gedaan hebben vandaag. Vooral die inhaalactie op de beide AlphaTauri's waren... Dat was eigenlijk gewoon hartstikke goed. Mooie inhaalactie. Sainz geprofiteerd. Omdat Perez is uitgevallen. Verstappen kan het helaas niet meer waarmaken. Wij finishen op een P16. Geen punten. Het is wat het is. Jammer maar helaas. En is het op naar de volgende wedstrijd. A truly magnificent drive then, and a great performance from the entire team to secure victory here in Canada. Natalie, fill us in. What was it that helped the team achieve their success today? Well, confidence breeds confidence. Success breeds success. They are very much enjoying a purple patch right now. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari.
Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Goed, hier wordt onze uitslag van de wedstrijd. Carlos Sainz wint zijn allereerste race van het seizoen. Doorbreekt de hegemonie van Red Bull. Leclerc naar P2, Verstappen naar P3, Hamilton 4, Russell 5, Alonso 6, Norris 7, Stroll 8, Gasly 9, Albon op P10. Wijders naar P16, Verschoor naar P20, 1 uitvaller Sergio Perez. Dat betekent dat Perez de aansluiting is verloren. 27 punten verschil naar Verstappen en Leclerc komt dichterbij voor P2 in het coureursklassement. Wij dus 11e in het coureursklassement, 7 punten. Ook voor het constructeurskampioenschap staan op dit moment nog steeds op een P7. Beter punten dan geen punten, zeg ik altijd. Dus hebben het gewoon goed gedaan in de eerste twee openingsraces. Jammer dat de resterende races die we nu hebben gereden niet al te denderend zijn. Dit keer weer een P16. Het begint een beetje een standaard gewoonte te worden door P16 te rijden en door slecht te kwalificeren. Ook wel zeggen dat de auto gewoon nog niet optimaal is. Dus ja, halen het gewoon er maximale eruit. En rivaliteit breakdown. Plus 4 voor mij, plus 2 voor Guangyu Zhou. Dat betekent 8 tegenover 10. Komen dichterbij en dat is goed om te zien. Het team acclaim. Wij zijn nog steeds level 6. Score level 8. Het team is level 9. Hebben de sponsordoelen niet behaald. Moesten een punt scoren en dat is helaas niet gelukt. Dus $0 erbij. Dat is jammer. En Verschoor en ik hebben beide 60.000 misgelopen. $65.000 in totaal. $1.51 miljoen in totaal op de bank. Ja, maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 23 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg mij ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.